Het nieuws van vrijdag 23 april. 118 claims heeft de verzekeraar van Carsté binnengekregen na de aanslag op de koningin vorig jaar. Het is mijn opvatting dat als je nu snoeihard snijdt, dat je straks geen mensen meer hebt om de burger te bedienen op zijn wensen. Gemeenten moeten bezuinigen en ambtenaren moeten het ontgelden. En koningin Beatrix was vandaag bij het verjaardagsfeestje van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Goedenavond. Verzekeringsbedrijf Reaal heeft 118 schadeclaims ontvangen vanwege de aanslag op Koninginnedag vorig jaar in Apeldoorn. De autoverzekeraar van Carsté, die met zijn Suzuki Swift het publiek inreed, keerde tot nu toe 1 miljoen euro uit. 7 van de 118 claims hebben betrekking op nabestaanden van overledenen. De rest zijn van gewonden en van mensen die shockschade hebben opgelopen nadat ze in Apeldoorn getuigen waren van het drama. De verzekeraar heeft ook 12 claims binnengekregen van mensen die voor de televisie shockschade hebben opgelopen. Een aantal van hen zag familieleden omkomen. Vooral over shockschade voor tv-kijkers was vorig jaar veel ophef. Deskundigen verklaarden dat het aantal claims fors kon oplopen, maar dat blijkt mee te vallen. Volgens Reaal zal in totaal zo'n 4,5 miljoen euro worden uitgekeerd. Begin volgend jaar moet het overgrote deel van de claims zijn afgehandeld. Een van de mensen die recht heeft op een schadevergoeding is Isora Leal. Zij raakte tijdens de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn vorig jaar zwaar gewond. De auto van Carsté reed over haar been heen. Nu, bijna een jaar later, worstelt ze nog iedere dag met de gevolgen van het ongeluk. Ik heb beseft dat de leven heel kort is. En ja, 30 april kon mijn leven ook gewoon beëindigd zijn. Ze heeft iedere dag pijn en loopt nog altijd moeilijk. De dokters betwijfelen of dat nog beter wordt. Ze moest verhuizen omdat ze in hun oude huis de trap niet op kon komen. Toch heeft Isora Leal uit Almere het gevoel dat ze geluk heeft gehad, die 30ste april. Haar hele leven is veranderd, maar niet alleen in negatieve zin. Je leven was gewoon van naar werk, naar huis. En ja... Je ging wel met je gezin, maar nu is het hechter geworden, vind ik. Ja, ik kijk meer tijd aan mijn kinderen en mijn man en mijn familie. En ja, we proberen het veel leuke dingen met elkaar te doen. Isora Leal maakte deel uit van de Almeerse dansgroep die voor de koningin zou gaan optreden. Eén van hen overleed. Een aantal anderen raakten gewond. 3 maanden na het ongeluk spraken we Isora ook. Ze was toen nog druk bezig om te leren lopen. 4 en pauze. En ze wist zeker dat dat zou gaan lukken. Ja. En dansen? En dansen ook, ja. Ja, ja dat gaat weer goed komen? Dat zeggen ze, ja. Ja, en dat hoop ik ook. Nu, een jaar na het ongeluk, liggen de kaarten anders. Optreden met de dansgroep lijkt onwaarschijnlijk. Dat kan gebeuren, maar niet op hetzelfde niveau dat je eerder had gedaan. Hoe is dat om dat te beseffen? Ja, het is moeilijk. Maar ja, het is gewoon een kwestie van blijven proberen en accepteren. De politie in Ede onderzoekt de mogelijke mishandeling van een baby. Het 2 maanden oude jongetje ligt sinds dinsdag ernstig gewond in het ziekenhuis. Het kind raakte bewusteloos tijdens het voeden en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Door de aard van de verwondingen vermoedt de politie mishandeling. De ouders zijn nog niet aangehouden omdat er volgens de politie ook andere oorzaken kunnen zijn. Ambtenaren in Gelderland krijgen het zwaar. De Gelderse gemeenten gaan samen de komende jaren honderden miljoenen euro's bezuinigen. En het grootste gedeelte van dat bedrag wordt weggehaald bij het ambtenarenapparaat. Dat blijkt uit vergelijking van de verschillende coalitieakkoorden door Omroep Gelderland. Je moet een andere laten kiezen dan de rest van je gezin. Actievoerende ambtenaren die strijden voor meer loon en het behoud van hun banen. Een beeld dat we de komende tijd veel vaker gaan zien. Kijk om ons heen, iedereen krijgt er wat bij en volgt op zijn minst de koopkracht. En wij niet, dus wij lopen achteruit. En niet alleen het loon staat onder druk,
Ambtenaren vrezen ook voor hun baan. Als de plannen doorgaan, neemt het aantal arbeidsplaatsen voor ambtenaren de komende jaren fors af. Niet slim, zeggen de vakbonden. Het is mijn opvatting dat als je nu snoeihard snijdt, dat je straks geen mensen meer hebt om de burger te bedienen op zijn wensen. En dat zou heel erg jammer zijn. De vakbonden zijn bang dat het vak van ambtenaar door alle bezuinigingen steeds onaantrekkelijker wordt. Slechtere arbeidsvoorwaarden, lonen die niet meegroeien met de koopkracht. Over een paar jaar zijn er dan geen jonge mensen meer die voor de publieke zaak willen werken. We lopen toch al jaren achter ten opzichte van het bedrijfsleven. En het wordt tijd dat dat gewoon een keertje... Ja, dit is nog niet eens rechttrekken. Dit is gewoon goed maken wat eigenlijk gewoon fout is. En verslaggever Annemieke Schakelaar heeft zich verdiept in de materie en zij zit bij ons op de redactie. Ja, Annemieke, de overheid, dat is een van de grootste werkgevers in Gelderland. Dus bezuinigingen op dit vlak, daar zullen ze niet heel blij mee zijn. Nee, het zorgt voor heel veel onrust natuurlijk onder de ambtenaren. Lang niet alle gemeenten kunnen al de cijfers geven, maar wat we nu binnen hebben blijkt al dat die bezuinigingen echt heel fors zijn. Laten we even naar een paar voorbeelden kijken. De gemeente Ermelo bijvoorbeeld wil 7 miljoen euro bezuinigen, waarvan 1 miljoen op het ambtelijk apparaat. Tiel 4 miljoen bezuinigen, 2 miljoen bij de ambtenaren weghalen. De gemeente Berkeland, een kleine gemeente, wil 8,6 miljoen bezuinigen, waarvan 2,4 miljoen bij de ambtenaren. En vanmiddag kwamen de laatste cijfers binnen. Apeldoorn, 30 miljoen euro bezuinigen, waarvan 17 miljoen euro, dus ruim de helft, op de ambtelijke organisatie. Ja, dat wordt dan misschien door gemeenten een beetje gezien als de oplossing. Maar is dat ook zo? Ja, dat kun je afvragen. De politiek denkt dus van wel. In de coalitieakkoorden komt dit allemaal naar voren. Ook in het bedrijfsleven wordt wel gezegd, het kan allemaal best wel wat efficiënter met die ambtenaren. Maar er worden ook kanttekeningen geplaatst. Je kunt natuurlijk zeggen als gemeente, we gaan sommige voorzieningen niet meer aanbieden. Bijvoorbeeld, we doen een zwembad dicht of de bibliotheek. De mensen die daar werken, die kun je dan ontslaan. En als ze na een tijdje geen wachtgeld meer krijgen, dan spaar je geld uit. Dat kan. Maar vaak willen gemeenten dat zwembad niet dicht doen en die bibliotheek ook niet. En dan wordt het toch wat moeilijker. Als je veel ambtenaren ontslaat, dan heb je bepaalde expertise niet meer in huis. Die moet je extern gaan inhuren. Dat is dan weer duurder. Ja, je kunt je dus afvragen of het helemaal niet kan bezuinigen op die ambtelijke organisatie. Nou, volgens deze wetenschappelijk onderzoeker kan het wel. Maar dan moet je echt duidelijke keuzes maken en bepaalde voorzieningen, met name luxere voorzieningen, gewoon afstoten. En dat kost dan wel banen. Ja, komend jaar moet dan uitwijzen hoe het er verder aan toe gaat. Annemieke Schakelaar, dankjewel. Het behoud van religieus erfgoed in Gelderland komt steeds meer in gevaar. Volgens de provincie bedraagt de totale onderhoudsachterstand aan kerken in Gelderland 300 miljoen euro. Torenhoge kosten dus, die door de kerken zelf niet meer op te brengen zijn vanwege het teruglopend aantal kerkbezoekers. Een verdrietige ontwikkeling. En als je je hele familiegeschiedenis of een deel daarvan, als je dat hier gevierd hebt in deze kerk, dan zal het, heel pijnlijk zijn dat die kerk gesloten wordt. Maar vanwege het teruglopend aantal leden worden er in de Sint-Jozefkerk in Arnhem al jaren geen kerkdiensten meer gehouden. De ruimte wordt nu regelmatig gebruikt voor projecten, zoals een zeepkistenrace in de Arnhemse wijk De Geitenkamp. Een mooie bijkomstigheid, maar niet het doel van een kerkgebouw dat flink aan het vloederen is. Dakpannen zijn versleten, moeten eindelijk ververst worden. Dakgoten raken kapot. En als het weer één keer grip krijgt op deze kerk, en dat heeft hij nu de laatste 2 jaar steeds meer en meer, dan gaat dat heel hard. De kosten voor onderhoud zijn niet meer op te brengen en daarom wil de Wijngaardparochie in de toekomst van meer gebouwen af. Maar de kerkbesturen krijgen de monumentale panden vaak niet verkocht vanwege bestemmingsplannen en de strenge regelgeving. En dat moet anders, vindt het kerkbestuur. We zijn geen projectontwikkelaars. We zijn geroepen in de geest van Jezus om het geloof te wekken in de harten van de mensen. En dat met de mensen te vieren en ook te verdiepen. Voor de verdieping in de verkoop van kerkgebouwen hoopt de parochie op meer steun van de overheid, die samen met het bisdom werd uitgenodigd voor een symposium. Maar of dat leidt tot meer geld? Die toezegging doe ik absoluut niet. Maar ik denk wel dat ik partijen samen wil brengen om kansen te benutten, ook voor het religieus erfgoed. De restauratie van de monumentale visitatiekerk in Velp is in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in ieder geval al gelukt. Het moet dé oplossing zijn, parasieten om de eikenprocessierups uit te schakelen. Zometeen meer.
Op de Waal bij Nijmegen wordt vanaf woensdag beroeps- en recreatievaart gescheiden. Tot 1 november is er, bij wijze van proef, een speciale gul voor plezierjachten. De bocht bij Nijmegen is zo'n beetje het drukste punt op de Waal. Arnhem en Nijmegen zijn dit weekend moeilijk bereikbaar. Er wordt dan aan de weg gewerkt. Vanaf vanavond tot maandagochtend is een deel van de pleiroute bij Arnhem afgesloten. En gaat ook de N325 bij Lent dicht. In Varsseveld is vanmiddag een bouwvakker gewond geraakt toen een deel van een gebouw instortte. De man kwam onder platen en balken terecht. Collega's en brandweerlieden hebben hem daaronder vandaan gehaald. Een man uit Gendringen is in Duitsland aangehouden voor misbruik van een meisje van 6. De man van 30 heeft ook een tweede misbruik in Duitsland bekend. En hij wordt verdacht van nog 2 gevallen. In Barneveld-Zuid komt in 2011 een nieuw treinstation. Dat heeft demissionair minister Eurlings van Verkeer gezegd. Eurlings verwacht dat ook in Westervoort een station komt. Harderwijkers die hun achtertuin nu vol hebben staan met kliko's krijgen binnenkort weer meer ruimte. Begin dit jaar kwam er een extra container voor papier bij, met het gevolg dat er 3 grote bakken bij het huis staan. Daarover kwamen veel klachten. En dus mag iedereen die dat wil de papiercontainer weer inleveren en daarnaast kiezen voor een kleinere GFT-kliko. Ouders in de gemeente Neder-Betuwe zijn boos over de bezuinigingen op het leerlingenvervoer. De gemeente gaat per gehandicapt kind kijken of het echt nodig is om met een busje naar school gebracht te worden. Ouders zijn bang dat hun kind verplicht gebruik moet gaan maken van het openbaar vervoer of de fiets. Thijs van der Lee van 14 uit Maurik heeft vandaag de bronzen medaille van het Carnegie Heldenfonds gekregen. Hij ontvangt deze onderscheiding omdat hij vorig jaar een 90-jarige drenkeling heeft gered. Ondanks de heldendaad is de man later alsnog overleden. Nou, ik had het niet verwacht eigenlijk. Ik zeg, ik vind het heel mooi dat ik dat krijg, zoiets. Voor zo'n normaal. Ik zou het normaal altijd zoiets vinden. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Parasieten als middel tegen de eikenprocessierups. In Zelhem is hiermee gisteren een proef begonnen. De gemeente Bronckhorst heeft al jaren veel last en overlast van het beestje. De haartjes van de eikenprocessierups zorgen ervoor dat mensen veel last kunnen krijgen van de luchtwegen, de ogen of een opgezwollen huid. In een natuurgebied mogen ze leven, maar niet hier. In een, bij een woonwijk waar de mensen heel veel overlast van hebben. Hierachter is een plek waar de bewoners amper in de tuin kunnen zitten in de zomer. Sylvia Hellingman bestudeert de rups al jaren. Zij heeft een parasiet ontwikkeld waarmee de eikenprocessierups bestreden kan worden. De parasiet dringt bij de rups naar binnen en die krijgt vervolgens een infectie aan de darmen. Met als gevolg dat de rups stopt met eten en doodgaat. Dit is een diervriendelijk manier wat wij doen. Hij lijdt geen pijn, hij stopt alleen met eten. Binnen een week moeten de rupsen dan dood zijn. De toeristische gemeente Bronckhorst heeft de afgelopen jaren drastische maatregelen moeten nemen toen de rups weer de kop opstak. We hebben vorig jaar op een punt moeten staan om het zwembad bijvoorbeeld in Hoge Keppel, waar eiken op de lichtweide staan, te moeten sluiten daardoor. Kijk, het is een rot beest qua gezondheidsschade, maar qua insecten is prachtig. Zuigen, branden, plukken. De gemeente heeft al verschillende manieren uitgeprobeerd om van het beest af te komen. Tot nu toe zonder het gewenste resultaat. Nou, ik hoef ze niet het geheel uit te roeien, maar om te zorgen dat ze niet meer in woonwijken komen. We hebben ook niet de illusie dat we de rups helemaal kunnen bestrijden. Wat we proberen is de overlast in de openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken. Als deze methode op grote schaal slaagt, wordt het zo snel mogelijk ingezet. Natuur en cultuur samenbrengen in 1 groot park in het belang van het algemeen. Dat was 100 jaar geleden het idee van echtpaar Krullenmüller. Een kwart eeuw later realiseerden ze het plan in de omgeving van Otterlo. Vandaag vierde het Nationaal Park de Hoge Veluwe zijn 75ste verjaardag in het bijzijn van de koningin. Nationaal Park de Hoge Veluwe. In 75 jaar groeide het uit tot de groene schatkamer van Nederland, zoals premier Balkenende het onlangs noemde. De koningin was vandaag op verjaardagsvisite, maar per jaar krijgt het park ook nog eens tussen de 500 en 600.000 andere bezoekers.
elke dag zowat gaan we er naartoe. Vorig jaar 100 keer. Ik denk dat bijna alle Nederlanders zijn hier wel een keer geweest. Als klein kind of als ze zelf klein kind hebben of later als grootouder met kleinkinderen. En ik denk dat we dit alles waard is om met elkaar te bewaren. Daar zijn we ook vast toe besloten. Jachtslot Sint-Hubertus, het museum Kröller-Müller en natuurlijk de natuur. Voldoende om trots op te zijn, vinden zowel het park als de gemeente Ede. De gemeente Ede heeft verschillende dorpen, onder andere Otterlo. Op alle posters van Vincent van Gogh staat niet Ede, maar Otterlo. En dat geeft ook de waarde aan. Ja, ik denk dat het echt van nationaal belang is. Ja. En dat hebben we 75 jaar lang ook bewezen. En dat gaan we de komende 50 jaar ook doen. Wij zijn zelfstandig, eigenzinnig. We gaan onze eigen koers. We maken voor de exploitatie geen gebruik van subsidies. En we hebben hier een unieke combinatie van kunst, natuur en architectuur. Een park zo oud als de Hoge Veluwe kent natuurlijk ook zijn tradities. Zoals die van de jacht en de bijbehorende hoornblazers. Die mochten vandaag hun kunnen aan de koningin laten horen. Nadat hun optreden vorig jaar op Koninginnedag vanwege het drama was geschrapt. Wij stonden allemaal klaar, maar dat ging helaas niet door. Dus nu komt ze hier en blazen we hetzelfde stuk voor haar wat we toen eigenlijk zouden blazen. Ja, dit is wel een bijzondere dag voor jullie. Ja, het is een herkansing en het is wel heel bijzonder. Al 75 jaar gaat het goed met de Hoge Veluwe. En ook de toekomst ziet het park zonnig in. Kijk, als je dat zonder steun doet en het iedere keer je eigen broek moet ophouden en elk dubbeltje drie keer omdraait, dan als wij dat blijven doen, dat ondernemerschap, dan ben ik van overtuigd dat wij over 75 jaar dat park er nog is zoals het er nu is. En na een prachtige lentedag gaan we kijken hoe het weer dit weekend wordt. Nou, dat zit wel goed voor komend weekend. Het is minstens zo fraai en de temperaturen gaan ook nog eens verder omhoog. Komen zelfs rond de 20 graden uit. Ja, vanochtend zag het er al veelbelovend uit, hè? Met die prachtige zonsopkomst. Die trouwens niet overal goed te zien was. Want plaatselijk kwamen in de vroege ochtend ook van die mistbanken voor. Maar ook dat is heel fraai. Die trokken overigens ook snel weer op. En toen kwam ook de zon tevoorschijn. Maar het was wel koud vanochtend. Het vroor zelfs nog 2 of 3 graden in de vroege ochtend. Dus op sommige plaatsen moest er gewoon weer gekrapt worden. Ook komende nacht kan het plaatselijk nog eventjes licht vriezen. Maar de nachtvorst gaat verdwijnen ook in de loop van dit weekend. De temperaturen 's nachts zullen ook verder gaan stijgen. Slecht weer was het vandaag nog altijd in het zuiden van Frankrijk en delen van Italië. Met enorme regen- en onweersbuien. En ook storingen die met een boog om ons heen trokken vanaf de oceaan over de Britse eilanden richting Scandinavië. Ja, bij ons ligt er een hoge drukgebied. En dat zorgt dus voor mooi weer. Ook dit weekend blijft het rustig met nauwelijks wolken aan de lucht. Net als vandaag. Vanavond en komende nacht blijft het helder in de provincie. Dus bij weinig wind weer lage temperaturen. Zo rondom het vriespunt op de meeste plaatsen. En de vorming van een paar van die onschuldige mistbanken. De wind is zwak en dat blijft die morgen overdag ook. In de ochtend is het dan nog wel fris, maar met flink wat zon erbij loopt de temperatuur ook snel op. Wat sluierwolken zo her en der en een paar onschuldige stapelwolkjes die misschien ontwikkelen, maar verder nauwelijks wolken aan de lucht. Dus prachtig weer om er lekker op uit te trekken dit weekend. Fietsen, wandelen, ja, het kan allemaal. En de temperaturen lopen ook nog eens op. Het wordt morgen zo rond de 18 graden, plaatselijk 19 in de Achterhoek. En ook 's avonds is het nog lekker, dus de barbecue kan zelfs aan. Zondag wordt het zelfs nog warmer, met temperaturen boven de 20 graden. Weinig wind, heel veel zon. Ja, en ook de nachttemperatuur, u ziet het, die gaan verder omhoog. Maandag zijn er dan eventjes wat meer wolken, maar later in de week weer meer zon. En dan ook weer temperaturen in de 20 graden. Een heel mooi weekend. Een cursus onderhouden van een begraafplaats. Morgen zijn wij bij het praktijkgedeelte. U ziet het in het nieuws. Ik wens u nog een fijne avond en een heel mooi weekend. Spinazie à la crème.